brengen, want wij hebben twee mensen uitgenodigd die zo'n beetje alles weten over de Noordzee, namelijk Jan Seys en Karen Rappé van het Vlaams Instituut voor de Zee. Hallo. Oei, oei. Daar gaat het al om. Hey. Dag Jan, dag Karen. Goeiedag. Hallo. Het Vlaams Instituut voor de Zee, of het VLIS in de volksmond. Wat doen jullie precies? Het VLIS ondersteunt eigenlijk zeewetenschappers. In Vlaanderen en met uitbreiding in België zijn er zo'n 1500 mensen actief rond de zee. Dus ja, we ondersteunen die zeewetenschappers zodanig dat zij zich echt wel met hun onderzoek kunnen bezighouden. En wij helpen met allerlei randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld communicatie. Het helpt bij het bouwen van databanken, maar we hebben ook een onderzoeksschip, de Simon Steven. Een eigen boot. En daar kunnen ze vaartijd op krijgen om op zee hun stalen te gaan nemen. Okay. Ze kunnen vaartijd winnen. We hebben een maquette mee van de boot, zo ziet het er dus uit. Wauw. En die vaart dan dagelijks uit op de Noordzee? Ja, elke weekdag eigenlijk. Er zijn eigenlijk twee schepen. Er is een federaal schip, de Belgica, er is het Vlaams schip Simon Steven, en die werken samen. Ze zijn ook alle twee nodig, maar we hebben zoveel nood aan scheepstijd voor wetenschappers dat die twee schepen er allebei nodig zijn. Dit Vlaamse schip is supermodern, vaart bijzonder stil. Werkt eigenlijk op elektromotoren, wat betekent dat het eigenlijk bijna niet davert en trilt. Zeer belangrijk voor de apparatuur aan boord ook. En het heeft ook een plaatsbepalingssysteem dat eigenlijk met software voortdurend wordt bijgestuurd. Dus je kunt echt werkelijk op een punt gaan liggen en daar blijven liggen, wat in een stromende zee niet zo vanzelfsprekend is. Ja, je zegt dat er heel veel zeeonderzoekers zijn. Zijn die allemaal bezig met de visbestanden of wat doen die precies? Dat gaat heel breed. We hebben mensen die maandelijks meekomen aan boord om zeevogels te tellen, bijvoorbeeld. En dan heb je evengoed wetenschappers die naar de vervuiling van de zee kijken. Eigenlijk worden alle maatschappelijke problemen wel aangekaart, ook gerelateerd aan de oceaan. Denk aan klimaatverandering, vervuiling van de oceanen. Maar evengoed het zoeken van grondstoffen voor nieuwe medicijnen, bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld een belangrijk aandeel van de stoffen die bij chemotherapie, bij kankerbehandeling gebruikt worden, zijn eigenlijk geïnspireerd op moleculen die uit sponsen komen. Dus we kennen die badkamersponsen van vroeger. Dat waren eigenlijk wilde sponsen. Tegenwoordig is het vaak synthetisch. Wel, in die sponsen zitten bepaalde stoffen kennelijk die bij kankerbehandeling gebruikt worden. Ruud, je hebt in die natuurdocumentaires waarschijnlijk al gezien dat ze dan een zendertje aanbrengen aan een leeuw en dat die gevolgd wordt. Of dat aan, doen jullie. Aan vissen en zo ook. Hè? Aan vissen ook? Allee, ja. Dat heb ik ook al gezien. Ja, eigenlijk brengen we ze niet aan vissen aan, maar wel in vissen. Ja. Ja. Dat is bijvoorbeeld deze. Dat is een zendertje die in de buikholte van en een niet vis... in de poep. Dat is die ook als ik er goed in. Ze opereren eigenlijk de vis aan boord, snijden die open, brengen die zender erin. Ter plaatse wordt die opnieuw dichtgenaaid en dichtgekleefd. En na een half uurtje zwemt die vis door de zee. Ongelooflijk. Dat laat eigenlijk toe om individuele vissen te gaan volgen. Hè. Dat weten we. Jeff en Jos die zitten daar. Die zitten graag rond de windmolen. Of Marietje die gaat graag naar een wrak om daar haar voedsel te zoeken. En dat soort toestellen, dat is dan de ontvanger. Zo hangen er bijvoorbeeld een vijftigtal verspreid over het Belgisch deel van de Noordzee en de Scheldemonding, waar onderzoekers van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek en anderen, en de Universiteit van Gent, die dan gebruiken om die signalen op te vangen. Want er moet een ontvanger zijn. Dat is voor een grote vis. Het is bijna een termisch. De walvis. Voor een walvis, ja, inderdaad. Ja. Dus die vissen moeten in voldoende dichte afstand komen ten opzichte van zo'n ontvanger en dan wordt dat signaal gecapteerd. Nu, mijn persoonlijk favoriete dier in de Noordzee is een klein eencellig beestje genaamd het zeevonkje. Oh. Eén dag per jaar ongeveer geeft het licht. Het is een eencellige alg. Alg of dier, daar is er enige discussie over. Die zichtbaar wordt tijdens de zomer na een paar zwoele dagen. Die windstil zijn, verschijnt er zo overdag een roze, vuile film op het water. En dan zijn er heel veel mensen die alarmeren van er is vervuiling in de zee. Maar als je 's avonds naar diezelfde plaats gaat, dan verandert die roze drap eigenlijk in een fantastisch lichtspectakel. En dat wordt gecreëerd door die zeevonk. En die algjes beginnen licht te geven op het moment dat je in het water slaat. We hebben zelfs een prachtig beeld van Jan zelf, die rondzwemt in de Noordzee vol met zeevonkjes. Dus inderdaad, bij elke slag zie je werkelijk dat water oplicht. Je ziet op een bepaald moment ook dat ik er een touw aanraak. Daar zie je het. En dus heel dat touw maakt beweging door die algjes en geeft een mooie blauwe streep. En als die algjes op het strand liggen, op het natte strand, dan ga je zelf bij elke voetstap ga je werkelijk blauw oplichtend je voetspoor zien. Dus het is altijd wel die kleur? Ja. Het kan schijnt in andere streken in de wereld ook wel wit licht zijn of groen licht.
Maar bij ons is het veelal dat typische blauwe van de laptop. Hè. Het is eigenlijk het blauwe lichtje van de laptop. Ja. Jullie hebben er zelfs meegebracht, of een verwante soort. Ja, we hebben niet de zeevonk zelf meegebracht, want die is zeer moeilijk te kweken en te tonen. We hebben zeevuurvliegjes meegebracht. Die komen uit Japan. Dat zijn een soort van kleine kreeftachtigen. En die creëren datzelfde proces, de bioluminescentie. Oké, ik ben benieuwd. Ik ook. Wat we eigenlijk gaan doen, is in dit proefbuisje een kleine hoeveelheid vuurvliegjes zijn ze dood? Inbrengen. Ze zijn gedroogd, ze zijn dood. Oh. Ja. Alles voor de wetenschap. Voilà, dus de kreeftjes zijn nu eigenlijk volledig geplet. En we gaan daar... Ze waren al dood, hè. We gaan daar water aan toevoegen en dan gaan we dat beginnen schudden. En dan maken we de ruimte donker en dan zullen we normaal gezien een blauw licht zien. Dus we gaan een keer zien hoe werkzaam je dat is. Je mag al eens beginnen schudden en dan gaan we nu alle lichten doven en zien wat er gebeurt. Ja, ik zie het al. Oeh. En als je stopt met schudden, dan houdt het op? Dan houdt het op. Het heeft effectieve beweging nodig, samen met water. Ah ja. Oké, prachtig. Het licht mag weer aan. Wauw. Zeg, wat brengt de toekomst van de zee, denken jullie als zeewetenschappers? Wij hopen dat er een mooie toekomst komt voor de zee. Dat zal ook van ons gedrag afhangen. Als er bijvoorbeeld zwaar wordt overbevist, als we nog wat meststoffen naar de zee laten lopen, dat er veel stikstof zit. En als de zee dan nog een beetje opwarmt, blijkt dat een ideale cocktail te zijn om meer kwallen te hebben. En dan moeten we misschien wel kwal leren eten, als er alleen nog kwal in de zee zit. We hebben daar trouwens iets meegebracht. Om al te wennen aan de toekomst, hè, als het zo slecht zou lopen, dat is kwalsalade. In plaats van een broodje tonijn krijg je dan een broodje kwal. Oh, ik wil het niet. Ik ben echt heel benieuwd. Dit is kwal. Dat is kwal. Ik kan jullie geruststellen qua textuur. Het is niet glibberig in de mond, slijmerig. Het is eigenlijk te vergelijken met licht geconfijte ajuin. En de smaak is die van Japanse kruiden. Ja. Het ruikt naar sushi, effectief. Ja, maar het is echt een Aziatisch product. Is het al bewezen dat je dat mag eten? Ja, absoluut. Wat gaat men eigenlijk doen? Men gaat die kwal indrogen, dat is vooral water. Men gaat die dan gaan versnijden en dan gaat men die marineren. Dus de smaak is die van de marinade, van de kruiden. In dat geval sesam en azijnolie enzovoort. En de textuur door die bewerking, dat ontwater gebeurt met pekel en aluin, gaat eigenlijk dat slijmerige eruit. Het is trouwens een light product. Hè. Er zit geen eiwit of vet in. Ja. Kijk, ik vind het niet zo slecht. Ja, het is een beetje gelijk zoals noedeltjes met hè. Ja, ik vind het best oké. Maar het is zo wat glasnoedels. Ja, inderdaad. Zo proeft het wat. De toekomst van de zee smaakt apart. Alleszins, dankjewel Jan Seys en Cara Rapé.